2016 was een uitdagend jaar, zowel op economisch als op sociaal gebied. Het was geen ideale situatie. Dat zegt Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, over het afgelopen jaar. Naar zijn mening was het een moeilijk jaar dat ons heeft gedwongen om kritisch te kijken naar onze manier van leven. Dat is alvast een goed punt dat is voortgevloeid uit de situatie, geeft Bouva aan. Maar twee, en dan praat ik vanuit de verantwoordelijkheid vanuit het beleid. Ook hoe gaan wij in feite het beleid omgooien vanuit het bestuur van het land. Van bedrijven weet ik ook dat ook bedrijven kijken naar verandering van hun bedrijfsvoering. Maar je weet ook dat mensen, personen, gezinnen natuurlijk ook gedwongen zijn geweest om ook daar op een andere manier het leven en het werk en de kosten op een heel andere manier te roeren. Ik hoop dat 2016 een jaar is geweest waar we op een vervelende, misschien pijnlijke manier op veel momenten gedwongen zijn en hebben geleerd hoe wij op een betere manier kunnen omgaan. En hetgeen mij brengt op het punt van 2017, dat ik echt erop reken dat 2017 een veel beter jaar wordt dan het afgelopen jaar. Bouva zegt verder dat we ons hoofd niet moeten laten hangen. We zullen met z'n allen dit jaar harder moeten werken. 2017 zal ons dwingen de goede stappen die reeds zijn gezet te vervolgen. In DNA weet ik dat, en kan ik meedelen, dat de planning zonder meer is om onverkort door te gaan. Om een aantal wetten, hele belangrijke wetten, op agenda te krijgen, te behandelen, goed te keuren, om die samenleving verder te shapen. Samenleving is breed, maar dan zullen we het heel specifiek hebben over bepaalde sectoren, met name de sectoren die ons zullen moeten helpen om uit de economische situatie te komen waar we nu in zijn, met name in de productie. Met name zullen we kijken naar ondernemerschap, waar je dus toch wel wil dat mensen veel meer ondernemend moeten kunnen zijn. En we kijken natuurlijk ook richting de bestuurlijke hervorming. Het moet anders in het bestuur. Suriname moet beter bestuurd kunnen worden en daar heb je wetgeving voor nodig. En wij zijn vast voornemens om die wetgeving echt op agenda te krijgen, zo snel en zo goed als mogelijk. En die goed te keuren, zodat we de regering in staat stellen om verder te gaan. Straks is het ontwikkelingsplan aan de orde. Het meerjarenontwikkelingsplan 2017-2021 is dus het plan dat ons een bredere visie zal moeten geven, een bredere kijk zal moeten geven. Wat wil de regering realiseren tussen nu en 2021? De regering natuurlijk met DNA en met de overige stakeholders. Aldus Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée.